Hallo beste mensen, we gaan het hebben over fatbikes. Jullie kennen ze allemaal wel, mensen hebben er vaak over gehoord. Ik ben er laatst eens over gaan nadenken. Het zijn van die hele dikke fietsen, elektrisch, hè, die je ook kunt opvoeren. Maar dat mag natuurlijk officieel niet. En veel jongeren die fietsen daar voornamelijk op. En het is natuurlijk wel fijn, want je hoeft amper te trappen. Want die dingen die gaan als elektrische fietsen, als een speer. Lekker easy, easy peasy. Maar ja, fatbikes kunnen ook gevaarlijk zijn. Zeker als je ze laat opvoeren, heb ik gehoord. Want ja, je kan mensen zo van hun sokken rijden natuurlijk, hè. Het kan dus best wel linkersoep zijn. Maar die dingen zijn ook nog fucking duur, joh. 1500 euro kosten die dingen soms, fatbikes. Ongelooflijk, toch? Maar ja, ik weet het niet. Ik heb er dus over na zitten denken. Ik had het de laatst met iemand over. Ik zeg fatbikes. Zijn dat leuke dingen? Is dat niet wat voor jou, een fatbike? Zei ik laatst tegen een vriend van mij. Zegt hij, nee. Fatbikes, ik ben toch geen tokkie? Ik ben toch geen downie? Hij zegt, fatbikes zijn alleen voor dat soort mensen. Ik zeg, oh, meen je dat nou? Dat wist ik helemaal niet. Ik denk, nou ja, ik vind het toch wel een vooroordeel eigenlijk persoonlijk. Maar mijn vraag is, ook aan jullie, want ik heb er weinig verstand van. Want ik zie die dingen bijna... Ja, ik kom ook bijna nooit buiten, maar dat terzijde. Maar kun je mij uitleggen even in de comment... Waarom zou een fatbike voor Downies of Mongolen zijn? En leg even uit waarom. Want ik heb totaal geen idee. Het zijn gewoon elektrische fietsen die je kunt opvoeren. Ik kan me wel voorstellen als je ze opvoert... Nou, ze kunnen heel gevaarlijk zijn. En dan kunnen ze zo van je omver rijden en zo. En dat moeten we natuurlijk niet hebben, hè? Nee, dat is gewoon verschrikkelijk. Maar ja, weet je, dat kan ook met brommers gebeuren. Of met scooters. Of met auto's. Dus waarom zijn per se fatbikes dan voor tokkies? Maar ik vind gewoon, als jij een fatbike wil rijden, moet het gewoon lekker doen, toch? Als je het geld ervoor hebt, why not? Als je wil laten opvoeren, ga je gang. Maar ja, pas wel een beetje op in het verkeer en... Pas een beetje op voor oude opaatjes, die moet je niet van omverrijden natuurlijk, hè? Dat is niet de bedoeling. Nou, ik zou zeggen, veel plezier op jullie fatbike over de dijk. Lekker rijden op de fatbike over de dijk. En nou, ik zou zeggen, nog een hele fijne dag en toedeledokie!